De Ronde van Vlaanderen is een hoogtepunt voor de fans, maar zeker ook voor de renners. Jos van Emden reed de koers nog nooit, maar maakt nu zijn debuut. En dit is hem dan, zijn dag, de Ronde van Vlaanderen. Het is de hoogmis, zeggen ze wel eens, hè? En, ja, is toch speciaal voor mij de eerste keer. En ja, je woont ook een beetje in België, dus ja, dus, laten we zeggen dat het voor mij ook gewoon de hoogmis is. Een beetje geslapen vannacht of ben je niet met de koers bezig, 's nachts? Oh ja, ik ben altijd met de koers bezig. Soms misschien wel te veel. Maar ik heb goed geslapen. Ja, dat was geen probleem. En nu naar de markt. Ben je nieuwsgierig? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren om die paar honderd meter af te leggen. Jos, welkom in Oudenaarden. Dankjewel. Hoe was je eerste Ronde van Vlaanderen? Ja, hectisch. In het begin ben je er even mee bezig. Zeker met tekenen, schitterend. Je kan echt over de koppen lopen in Brugge. Ze komen voor jou. Ja, eigenlijk komen ze voor Tom Boonen en Cancellara. Maar je moet er toch wel van genieten. En ik heb er wel van genoten. Ja, als al die mensen daar staan. En er zijn ook een hoop mensen die gewoon je naam roepen. Die zijn toch zo fan dat ze denk ik het hele peloton kennen. Ja, en mooi dat podium op met een bandje dat er staat te spelen. En, Overtrof het eigenlijk je verwachtingen? Goh, ik weet eigenlijk niet echt wat ik me erbij voor had gesteld. Ik weet de shots van de voorgaande jaren wel van de start. En je ging er wel een beetje vanuit dat het zo zou zijn. Maar je voelt je inderdaad wel bijzonder. Je voelt je in het middelpunt van België, ja. Als je vertrokken bent, ben je vertrokken. Dan ben je er eigenlijk niet meer mee bezig. En pas toen ik gelost werd, toen had ik weer de indruk van hoeveel publiek er langs de kant stond. Gelost? Vertel eens. Ja, de hele dag bij Mattie gebleven. Zeker in het begin ging het vrij hard. En dan ging het een beetje op de kant. Ja, daar rij je een meter uit de kant. En dan gaat het tankje toch langzaam leeg. En ik heb me goed bijgestaan voor de eerste deel met de klimmen. Ik heb me voorzien van eten en drinken. Dus ik denk dat ik de taak goed verbracht heb. En voor de eerste keer Quaremont heb ik hem vooraan afgezet. En toen nam Tom mijn taak over, tot aan de voet van de Quaremont. Ja, dan is mijn taak over. Volgend jaar weer? Ik hoop het zeker, ja.